Een hele goede morgen. Het is zaterdag vroeg en ik denk van nou, ik ga maar eens weer eens een keer een Nederlands filmpje maken. En deze gaat over alles wat ik zo ongeveer weet van acrylgieten. Om te beginnen, dit is de webshop waar je alles kunt kopen. Dat is www.blazingcolors.eu. En voor 1 week heb ik een kortingscode. Wat je kunt invoeren. En dat is zomertijd, hoofdletters, 18 erachteraan, zonder spatie. Als je dat invoert bij de discountcode op mijn webshop, dan krijg je een leuke korting. En die is 1 week geldig. Dus ik zou zeggen, gebruik hem. Om te beginnen wil ik het hebben over waar je begint. Wat je als eerste doet, is je maakt je canvas klaar. Als je op canvas gaat gieten, dat is. Ik giet vaak op 20 bij 20 centimeter. Dit is een leuke afmeting. Zoals je ziet komen die kleine wichtjes erin op de hoeken. Dat maakt dat de canvas lekker strak is. Je hoort het ook, helemaal strak. Net een trommel waar je op trommelt. En wat ik er ook in stop zijn van die punaises. En waarom ik dat doe is omdat als je aan het gieten bent en er gaat verf naast, als je dit zou neerleggen, dan leg je hem helemaal in de verf neer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, dan wordt hij wel heel erg smerig van de achterkant. Maar door middel van deze punaises, dan zorg je ervoor dat je toch van de oppervlakte blijft. Hij kan hier ook mooi op drogen, omdat de lucht er onderdoor kan. En het heeft gewoon meerdere voordelen. En ik zou het zeker iedereen aanraden om die punaises te gaan gebruiken. Ze kosten bijna niks en je kunt ze elke keer weer gebruiken. En het is gewoon heel handig om te hebben. Heel veel mensen vragen mij: gesso je ook je canvassen? En dat doe ik dus nooit, omdat. Zoals je hier ziet, dit is de kale canvas. En je ziet dat dit gewoon veel witter is. Dus dit is de kale canvas. En hier, dit is al helemaal gegessoed. En het is prima, hier kun je prima op gieten. Het neemt niet te veel verf op, zodat het niet netjes vloeit. Het is precies goed, dus je hoeft daar niks aan te doen. Je kunt hier meteen je verf op gieten. Natuurlijk zijn er ook andere dingen wat je kunt gebruiken. En dat zijn er nogal wat. Dus hou je vast. In de omloop zijn van deze dingen, van die borden. En deze komen bij Geerstakken weg. Dit is 30 centimeter rond. Maar je kunt ze groter krijgen, kleine. Zoals je hier al ziet. Dit zijn alle afmetingen. Ze hebben zelfs een 40 centimeter rond. Ze hebben 30 bij 40 ovaal. Dat is ook echt mooi om op te gieten. Allemaal vierkante, langwerpige. Je ziet het al, ze gaan zelfs tot 60 bij 80, wat immens groot is voor acrylgieten. De vierkanten gaan van 5 bij 5 tot 60 bij 60. Dat is ook heel erg groot voor het acrylgieten. Maar waar je wel op moet letten is, als je hierop gaat gieten, hij trekt nou bijna altijd krom. Dus als die opdroogt, dan staat die bol. En voor oefeningen vind ik deze prima. En misschien dat je er iets creatiefs mee kunt doen. Ik weet het niet, maar er zijn mogelijkheden dat je dit plakt ergens anders op. En daarmee voorkom je dat hij dus krom gaat staan. Dus hier kun je ook op gieten. Dan voor de echte creatievelingen heb je natuurlijk alles van papier-mâché. Deze heb ik nog niet gegoten. Als je papier-mâché invult op Google, dan kom je vanzelf wel bij winkels die het verkopen. En hier hoef je niks aan te doen, want dit is gewoon papier. Zoals je hier ziet, deze is al gegoten. Ik heb hier wat glitter toegevoegd op de bovenkant om het net iets spannender te maken. Maar dit is hoe je hem koopt en dit is als je hem giet. Je hoeft er niks aan te doen, gewoon op papier gieten, want hier absorbeert de verf, absorbeert heel erg goed. Blijft er ook goed op plakken. Hieronder kun je zien, heb ik iets bijgeverfd met een kwast. Omdat een paar plekjes waren overgeslagen. En aan de bovenkant, zoals je ziet,
Is één laagje vernis aangebracht, net om hem iets glanzender te maken. Maar op zich is dit natuurlijk een hartstikke leuk project om te doen met kinderen. Als je hem goed aflakt en dan met watervaste lak, zou je hem zelfs thuis achter thuis kunnen ophangen, gewoon in de buitenlucht. Moet je natuurlijk niet te veel van verwachten. Na een paar jaar zul je hem echt wel weg moeten gooien. Maar als je hem echt heel goed lakt, en dan ook, dan bedoel ik ook echt 2, 3 lagen, dan denk ik dat je er een mooi eindje plezier van kunt hebben. Natuurlijk komt niet alleen die papier-mâché in dieren, maar je hebt ook letters en gewoon andere dingen wat je kunt gieten. Er zijn winkels die hebben een heel assortiment met papier-mâché. Het is gewoon even googlen op papier-mâché. En deze, die heeft wel erg veel. Deco Patch. Die hebben echt veel van deze apparaten. Nou, wat je ook kunt doen, en dat is ook heel goedkoop, dat je hierop gaat gieten. Dit kun je kopen bij mij in de winkel. Heel goedkoop. Het is Kodak Extra Life papier. En wat is het verschil met gewoon fotopapier van de Action of zo? Dit is watervast. Dus kijk, ik heb hier best wel een dikke laag op gegoten. Maar zoals je ziet, gebeurt er niks met het papier omdat het watervast is. Het zit er super vast op. Je kunt het er ook niet afhalen. Dus als je hier dan straks, als je dit wil gaan gebruiken, en wat je vaak doet is gewoon met een pons, kun je dingen uitponsen en dan zeg maar in een schilderij verwerken. Als je ze allemaal hartjes zou ponsen en je zet dat op een schilderij, dat is hartstikke leuk. Mooie laklaag eroverheen en je hebt een prachtig kunstwerk. Maar dit papier, dat werkt perfect. Het werkt hetzelfde als deze. Even kijken of ik Jupo heb hier. Nee, geen Jupo. Ik pak er even een bij. Ik zie dat ik al heel lang niet meer heb gegoten op Jupo. Ook hier zit geen Jupo bij, zie ik. Dit is allemaal fotopapier. Maar je kunt twee dingen doen. Kijk, als je wat stevige ondergrond wil, want natuurlijk, dit is natuurlijk heel flexibel. Jupo is net iets dikker. Het is 300 micro dikte, 234 gram. Je kunt op Jupo gieten, dus ook tot 100% watervast. En dan krijg je hetzelfde idee. Dus als je goed kijkt, ik hou hem even heel dichtbij. Even kijken, daar heb je hem al. Dit zijn echt hele kleine. Daar zijn we weer. Dit zijn echt hele mooie kleine dingen om te verwerken in sieraden. Als je dit uitsnijdt, je pakt je echt het mooiste stuk. Je stopt hem in een, dat noemen ze een bezel. En dan kun je of een cabochon erop plakken, of je doet het met kunsthars. En dan heb je een heel mooi afgewerkt sieraad. Ik zal deze ook even van heel dichtbij laten zien. Nou, je kunt je voorstellen als ik dit gedeelte eruit haal, dat dat echt een prachtig onderdeel is voor een sieraad. En dit is natuurlijk heel erg goedkoop en heel erg makkelijk. Als je mijn filmpjes in het verleden hebt gezien, het zijn een paar druppels kleur. Je veegt eroverheen met een paletmes. Dat gebruik ik heel veel, dus gewoon een normaal paletmes. Veeg eroverheen, krijg je al automatisch, krijg je al cellen. Soms heel iets met een branden en dan ben je er. Dus dan heb je al wat je moet hebben. Nou, gaan we die even aan de kant gooien. Ik giet het meeste op canvas. Maar je kunt ook gewoon gieten op MDF. Als jij toevallig iemand in de familie hebt die wel eens stukken MDF overhoudt. Als je die mooi gelijk laat zagen, een mooi formaat. Die moet je wel even een gessolaag overheen doen. Kun je daar ook prima op gieten. Ik giet ook wel eens op glas. Als ik potjes heb, dan maak ik die brand en brand schoon, zodat ze geen vet bevatten. En dan giet ik op glas. Dat blijft er ook heel goed op zitten.
Wat hij wel nodig heeft, als die helemaal klaar is, opgedroogd is, om een vernislaag erop te gooien. En je kunt het gebruiken als een pennenbakje of weet ik wat. Gewoon als een aardigheidje. Deze zijn te koop bij de betere kunstwinkels. Dat noemen ze gesso board. Het is een heel dun. Ik zal er even een bij pakken. Dit is hoe die verpakt is. Gesso board. Het is van Ampersand. Bij de betere kunstwinkels zijn ze te koop. Dit is er een van 22,9 bij 30,5. Maar je hebt ze in alle soorten en maten. Hier kun je ook prima op gieten. Deze trekken niet krom. Die blijven echt volledig vlak. Het is ook archival, zoals ze zeggen. Dus het is gewoon geschikt om op te schilderen. En je kunt verwachten dat het daar gewoon echt levenslang op blijft zitten. Deze vind ik persoonlijk, hier in Nederland zijn ze duur. In Amerika zijn ze wat goedkoper. Omdat waarschijnlijk de bedrijf zit in Amerika. Vandaar dat het best wel scheelt. Maar als je denkt van nou, ik vind canvas niet mooi. Is dit prima om op te gieten. Dus Ampersand. Als je dit gaat googlen. En dan invult gesso board. Dan ben je dan. Nou, daar komen we eigenlijk bij het echte gieten. De eerste wat je doet is natuurlijk, je kiest je verf. En dat is best wel even nadenken wat je wil gaan doen. Kijk, heel veel mensen hebben niet het geld om alle soorten verf te gaan kopen om daarmee te gieten. Dus wat de meesten doen is gewoon één kiezen, één soort verf. En daar gaan ze mee verder. Nou, wat ik bedoel met soorten verf, je hebt twee soorten. Je kunt dit onderscheiden in vaste verf en vloeibare verf. Dit is een voorbeeld van vloeibare verf, zoals je hoort. En dit is de goedkopere variant. Deze is te koop in de winkel. Ik verkoop alles van Vallejo, dus ook de vloeibare verf. En je hoort ook, dit is echt vloeibaar. En daar moet je het onderscheid maken. Je gaat of gieten met dit, vloeibare acryl. Dit is de duurdere variant, de goedkopere variant. En langzamerhand beginnen bedrijven allemaal over te gaan op de vloeibaar. Golden heeft ook high flow, dat is bijna net ink. En daar moet je mee oppassen, want dat is echt heel erg dun. Je kunt daarmee gieten, maar dan zul je toch wel echt al een tijdje bezig moeten zijn om te bepalen wat je erin moet doen om de goede dikte te krijgen. Wat ik hierbij gebruik, bij deze, op dit moment, dat is deze. Overtrol Vloedrol. Ook te koop in de winkel. Dus, als je dit gebruikt, met dit soort verf, is het eigenlijk het makkelijkste gieten wat er is. Je doet... Op dit moment, vroeger deed ik, verdunde ik het veel meer. Dan deed ik één deel verf, drie delen vloedrol. Op het moment vind ik het net iets mooier om 50-50 te doen. Dan doe ik 50% verf, 50% vloedrol. Als je daar een paar druppels of één druppel siliconen in per kleur even met een paar slagen er doorheen mengt, heb je gegarandeerd heb je cellen. Dus dat is gewoon het makkelijkste wat je kunt doen, is met deze verf 50-50, een paar druppels per, of één druppel per kleur, dus een paar druppels over alle kleuren. Je hoeft ook niet in elke kleur siliconen te doen, echt niet nodig. Je moet daar gewoon een beetje mee experimenteren. Ik gebruik deze, Dimethicone, gebruik ik omdat het geen gifstoffen bevat. Vroeger gebruikte ik deze. Je kunt het amper nog zien, maar het was siliconenspray van de Gamma en de merk is Griffon. En dat werkt ook prima. Maar omdat dit is gemaakt om sloten en scharnieren te smeren, zit hier natuurlijk spul bij in wat natuurlijk niet zo heel erg gezond is. En als je hiermee gaat werken, raad ik echt aan dat je zo'n masker opdoet die de
de walm, zeg maar, wat er afkomt, omdat niet dat je dit inademt. Want het stinkt heel erg, vooral als je het in een potje spuit. En er komen heel veel luchtbellen uit, omdat het natuurlijk onder druk hierin zit. En dat is met dimethicone dus niet het geval. Daarom ben ik hier overgegaan op dimethicone. Dit is ook niet brandbaar. Pas bij volgens mij 280 graden vliegt het in de fik, maar zover kom je niet. Dus ik ben een voorstander van dimethicone. Dit is hetzelfde vloeistof wat in je shampoo zit, in je body lotion, in je make-up. Daar stoppen ze dit in en het is huidvriendelijk. Je zult daar. Nou, ik ken niemand die hier allergische reacties op krijgt. Dus dat is het wat ik gebruik. Het is of gewoon siliconen, maakt niet uit welk merk, want het werkt allemaal. Ik ga voor Dimethicone omdat het gewoon de veilige variant is. Stel voor je wilt niet gieten met vloeibaar. Dus ik doe deze even weg. Stel voor je wilt hier niet meer gieten. Dan kun je gieten met alles wat daarna komt. Dat is bijvoorbeeld Winsor & Newton. Best wel dik. Deze giet ik het liefst mee, want ik heb hier betere ervaringen mee dan anderen. En ik moet ook eerlijk zeggen, de kleuren zijn wat intenser dan de kleuren van andere merken. Moet ik wel zeggen, deze is ook heel erg intens. De kleuren zijn echt heel erg intens. Dit is Sennelier. Maar tevens wel aan de dure kant. Dus als je ook weer een beetje op de centjes wil letten, zou ik gaan voor de Winsor & Newton. Ze komen in 60 milliliter tot en met liter. Dit zijn halve liters. Je hebt zelfs een tussenslag. Niet bij alle winkels natuurlijk, maar deze heb je ook. Die is 250 milliliter, dit is 500. En de wat gangbare kleuren verkopen ze ook in een liter, bijvoorbeeld de wit. Maar ik vind het een beetje verveeld om steeds uit die grote pot wit over te hevelen naar deze. Dus ik gebruik gewoon de 50 milliliter. Wat daar ook bij hoort is Liquitex Basics. Hetzelfde verhaal. Is een tikkeltje dunner dan deze, maar echt niet zo dun als de vloeibare acryl. Dus die kun je ook gebruiken. Dan heb je natuurlijk, dit is ook van Vallejo, maar dit is de hoogste kwaliteit. Dit is waar normaal mee geschilderd wordt op doek, wel met een kwastje. Dit is wel een beetje aan de duurdere kant, maar je praat hier over zo hoog gepigmenteerde verf. Hier kun je ook van alles en nog wat mee doen. Misschien een merk die je ook wel eens bent tegengekomen, My Mary. Dit is ook een prima verf om mee te gieten. En natuurlijk, we blijven Hollanders. Dus dit is van Bleiswijk. Dit komt bij de Action weg. Ik heb in het verleden al hier een gietsel van gemaakt. Werkt prima. Kun je ook mee gieten. Dan heb je nog Reeves. Dat is ook een merk. Als je soms in je kunstwinkel bent, heel vaak hebben ze hier acties mee. Zeg maar 10 tubes voor zoveel geld. Nou, dit werkt ook prima. En eigenlijk alle verven moet je verdelen in de vloeibare of de meer vaste verf. En dat is deze. Er zijn ook mensen die hebben mij die mailen mij wel eens en vragen: kun je dit ook met gewone acrylverf van de Praxis of van Action? Jazeker, dat kan. Als je zoekt op mijn kanaal en je zoekt op house paint, dus huisverf in het Engels. Daar vind je ook video's waar ik met gewoon een normale acrylverf van de Praxis gewoon ook aan het gieten ben. Want het wil, als het maar waterbasis is, dan is er niks aan de hand. Als je verf op waterbasis is en je doet er siliconen in, dan krijg je automatisch cellen, omdat siliconen drukt het water weg. Dus ja, dat is een automatische reactie. Dus dit zijn de manieren waar je kunt gieten. En dit is de keuze die je als eerste moet maken. Ga ik gieten met vloeibaar of ga ik gieten met vaste verf? Als je giet met vaste verf, want ik heb net al verteld, met de vloeibare gebruik ik Floetrol. Binnenkort komt Vallejo met een dikkere
pouring medium. Dit is de normale pouring medium. Maar Vallejo komt met een dikkere pouring medium. En dan kun je dus ook de vloeibare Vallejo met pouring medium gaan mengen. En dan kun je ook gaan gieten. Even dit aan de kant. Dan komen we bij de mix die je gaat gebruiken als je de dikkere verf gaat gebruiken. Wat ik wel eens gebruik is de boekbinderslijm. Ook weer te koop bij mij in de winkel. Boekbinderslijm. Dit is een speciale soort boekbinderslijm, omdat het niet vergeelt. Het wordt niet hard. En dat is het onderscheid. Je hebt dezelfde lijmen, maar omdat ze te hard worden, dan beginnen ze op den duur, krijg je dat je schilderij scheuren gaat vertonen of geel gaat worden. En dat, vooral als je iets verkoopt of aan iemand geeft als cadeau, wil je natuurlijk niet dat na een jaar of twee alles gaat vergeelen en de barsten inkomen. Maar dit is dus speciaal gemaakt om verf aan te maken, pigmenten. Dat staat er ook op. En gegarandeerd, het vergeelt niet. Het is volledig transparant als het opdroogt. Dus als je eerst giet, zul je zien dat je kleuren ietsjes lichter zijn, omdat dit wit is. Even kijken of ik de deksel eraf kan krijgen. Zo, yep. Zoals je ziet, helemaal echt wit. En zo gauw dat het droogt, is het transparant. Oh. Nou, dat kun je gebruiken. Dan is het ook weer 50-50. Dus 50% verf, 50% kalal. Boekbinderslijm. Daar moet natuurlijk water bij. Anders is het veel te dik. Dus dan ga je er water bij mengen. En het zat een goede dikte. Dan ben je klaar. Je kunt pouring medium gebruiken. Deze. Zoals je ziet, die is redelijk dun. Er zit een melkachtige laag overheen. Maar als dit ook opdroogt, is het volledig transparant. Dus hier kun je mee gaan werken. Wat ik vaak doe als ik pouring medium gebruik, gebruik ik ook een klein beetje polymer medium. Want dit zijn allemaal binders. Als je alleen maar water gebruikt en verf, en vooral met de dikkere verven, dan moet je veel te veel water toevoegen. Echt te veel. En op een gegeven moment dan breek je alle binders af. En dat schijnt, zoals de geleerden hebben verteld, niet zo goed te zijn. Dus dat doen we dan maar niet. Dan doen we er heel iets polymer medium bij. Dit is ook heel dun, zoals je ziet. En dat helpt om het naar de goede dikte te krijgen. Een andere merk is Liquitex Pouring Medium. Moet je wel opletten, want Liquitex heeft heel veel verschillende mediums. Maar dit is echt de pouring medium. Dus dan kun jij hetzelfde doen. Je pakt de dikkere verf. De Liquitex pouring medium, daar doe je mix je water bij tot je de goede dikte krijgt. Dan voeg je de siliconen toe. Nou, dat zijn alle mogelijke mediums. En je kunt daar heel ver in gaan. Je kunt lekker experimenteren. Zolang dat je maar iets hebt wat een soort polymer medium is, dan gaat het gewoon goed. Ik zou natuurlijk, als je iets nieuws bedenkt en je wil dat uittesten, test het niet meteen uit op een 50 bij 50, maar ga een beetje klein om te kijken of het werkt. Het volgende wat je ook met de vloeibare acryl kunt doen van Vallejo, is het verwerken in kunsthars. Dit is de kunsthars. Dit is kant en klaar. Dit is gegoten op glas, zoals je op de achterkant kunt zien. Dit is gewoon een stuk glas, heb ik laten snijden. En dit is 6 mm dik. En hierbovenop heb ik de kunsthars gegoten. Kunsthars komt vaak in stukken verpakkingen. Ook wel iets kleiner en natuurlijk veel groter. Dit is Masterkaas. Dit wordt verkocht bij polyestershoppen.nl. Je hebt een A en een B, dus je hebt twee flessen krijg je. Je hebt de has en je hebt de verharde. Wat je doet is je stopt ze allebei bij elkaar in. Dus gelijke delen doe ik bij elkaar in een beker. Ik roer dat 4-5 minuten lang doorroeren, dat het goed gemengd is. Maar dan heb jij dus doorzichtige kunsthas. En daar hebben wij natuurlijk niks aan. Dus wat doen wij? Dan gaan we kleuren met een vloeibare acryl. En ik gebruik hiervoor dus ook de Vallejo acryl, de vloeibare. Je hebt daar maar
drie, vier druppeltjes van nodig om zeg maar een halve beker te kleuren. En het is gewoon een kwestie van goed doormengen. Wat ik vaak doe is wat ik nodig heb in zijn geheel aanmaken. Dus A en B bij elkaar in, goed mengen. Dan heb ik mijn bekertjes op een rij. De kleuren die ik wil gaan gebruiken heb ik op tafel. Dan verdeel ik de kunsthaas over de bekertjes. Dan stop ik daar de druppels vloeibare acryl in, goed mengen en dan ben ik klaar. Nadeel van gieten met kunsthaas is dat je niet zoveel tijd hebt om hiermee te spelen. Kijk, met een gietsel van een gewoon acryl met pouring medium kun je bijvoorbeeld wel een uur, twee uur doorgaan, dat boeit niet. Maar met dit, je hebt maar, nou, hou op 30 minuten om daar echt mee te werken en dan houdt het op, want dan wordt het hard en dan kun je er niks meer mee. Wat vaak wordt gedaan met kunsthaas is dat er daar gaat er ook weer in. Kunsthaas, daar doen ze mica door. En ik zal je laten zien van dichtbij. Dit is allemaal mica. Dit is goud. Of brons heb ik eigenlijk. Lijkt een beetje op goud, maar het is brons. En die mica, die is ook te koop ook weer in de winkel. Je hebt er maar heel iets van nodig. Een puntje op je roerstokje. Dat doe je ook door de kunsthaas. En dan daar kun je ook mee gieten. Je kunt acryl inkt gebruiken om mee te gieten en te kleuren. Eigenlijk van alles en nog wat. De meest belangrijke als je gegoten hebt. Wat ik vaak doe is eerst met schildersplakband doe ik een randje eromheen. Dat het allemaal hierop blijft. Dan als ik denk van oké, ik ben klaar, haal ik dat randje eraf. En dan meestal loopt het over de zijkant naar beneden. Maar het meest belangrijke is waar je hem laat rusten. Dat moet 100% waterpas zijn. Want als dat niet zo is, dan zul je zien dat hij gaat bewegen. En dan gaat hij over de rand heen. En dat is niet wat je echt wil. Dus je wil echt hebben dat hij opdroogt zoals je hem laat. En dat kan alleen als je hem 100% waterpas hebt. Dit is ook een kunsthaarschietsel, zoals je ziet. Best wel heel mooi geworden. Echt apart. Alleen ik heb hem gegoten op een soort MDF, zoals je ziet. En hij is echt krom getrokken. Je ziet het ook. Zie dat? Er zit een heel iets. Als ik hem ook neerleg, dan kun je ook echt zien. Hij is echt krom getrokken. En dat is heel jammer. Dus vanaf nu giet ik alleen nog maar op glas. Oké, nou, dan gaan we eens kijken naar de verf. Als je de verf klaar hebt en je hebt de siliconen erin gedaan, kun je op verschillende manieren kun jij je verf op je object brengen. En meestal wat we doen is, of wat ik doe, is een flipkap. Dan zet je je beker neer, je lege beker. Je hebt je rij met kleuren en je giet één voor één je kleuren in je lege beker. Als dat er allemaal in zit, dan kun je ervoor kiezen om één keer een sweeper te maken met je stokje. Zodat de kleuren door elkaar gaan. Of je kunt het bereiken door van de hoogte je verf erin te gieten. Zodat het door de zwaartekracht mixt in de beker. Als de beker vol is en je hebt je schilderij, stel voor dat dit gewoon een lege canvas is. Wat je kunt doen, je pakt hem, je legt je hand neer, je zet je beker erin, je houdt hem vast en je draait hem om. Dan, als je dat snel genoeg doet, blijft de verf echt erin. Dan op een gegeven moment, als je klaar bent, haal je hem los, verf komt eruit, beker weg. En dan ga je aan tilten, zodat alles eronder zit. En dat noemen we dus een dirty cup, flip cup. Je kunt ook gewoon, als je alle kleuren hierin hebt, gewoon uit de losse hand gaan gieten over je canvas. Dat kan ook. Maar wat je wel nodig hebt is een klein beetje snelheid in je verf. Het is mij opgevallen hoe sneller dat verf beweegt, hoe beter die cellen komen. Ik weet ook niet hoe dat werkt, maar het is zo. Als je nou
je verf erop hebt zitten, kun je natuurlijk van alles en nog wat ermee gaan doen. Je kunt het manipuleren. En daarvoor gebruik ik van die kammetjes. Je komt ze vast wel tegen in de winkel. Alle soorten kammen met van die pinnetjes. Dit er. Hier heb ik, dit is dezelfde, maar ik heb er een paar tussen weggehaald, zodat je een verschillende breedte krijgt. Dit is de volledige kam. Ik koop er dan twee. Ik heb er een paar uit elkaar geknipt, gezaagd. Je hebt van die bamboestokjes waar je mee kunt werken. Deze komen ook bij de kunstwinkels weg. Daar kun je ook verf mee manipuleren. Natuurlijk, wat absoluut nooit mag ontbreken, is je paletmes. Want daar kun je mooi de zijkanten mee doen. Je kunt ermee swipen, je kunt er van alles mee doen. Wat ik ook heel graag gebruik, is gewoon een metalen lepel. Daar kun je ook heel mooi je verf mee manipuleren en meteen al cellen krijgen, omdat het een soort swipe is. Nou, dat is toch weer wel, maar je kunt wel 100 dingen bedenken waar je mee in je verf kunt prikken, ahoeren. Dus laat je gedachten de vrije loop en je komt vanzelf op waanzinnige leuke dingen om te doen. Nou, daar hebben we onze verf daarop. We hebben natuurlijk dan een brander nodig. Dit is een brander die komt bij de blokken weg. Deze komt bij de action weg, heel kleintje. Werkt niet zo goed, maar als je maar kleine gedeeltes van je canvas, als je daar hele kleine gedeeltes cellen wilt, dan lukt het wel. Maar wil je wat langere stukken, grotere stukken, dan heb je echt een iets grotere brander nodig. Ik zal je laten zien hoe die verkocht wordt. Je kunt hem online bestellen. Dit is hem, dit is hoe die eruit ziet. De kleur, dit is een zwarte. Ik heb ook een rode. Hier heb ik de plastic eraf gehaald, want het was zo versmeerd dat ik af en toe, dan probeer ik hem nog iets schoon te maken, dat hij iets langer meegaat. Het zijn, zoals ik al zei, €8,95. Je kunt ze online kopen of gewoon naar de blokken. Ik heb er altijd één of twee op voorraad, omdat ik altijd bang ben dat deze dan op een gegeven moment niet meer doet. Wat er gebeurt namelijk is, er komt heel veel verf hier tussen, omdat je je handen onder de verf zitten. En dan op een gegeven moment, dan plakt het allemaal aan elkaar en dan doet hij het niet meer. Dus dan gooi ik hem weg. Maar goed, €8,95. En ik doe er ongeveer 3-4 maanden mee en ik giet best veel. Dus volgens mij valt dat best wel mee. Nou, wat je doet is absoluut niet je verf branden. Want dat is hem niet. Als ik op deze afstand zou branden met de brander erop, dan heb je geheid dat je verf gaat allemaal van die bellen gaat vertonen. En in één keer dan heb je gewoon je verf verbrand. Waar het om gaat is dat je heel hoog, en dat zie je vaak niet in mijn video's, omdat je de diepte niet kunt inschatten, maar best wel hoog, dus zo'n afstand. En voor de mensen die dit ook niet goed zien, ik pak even iets erbij. Dan heb je een idee, dit is een aansteker. Dit is de afstand die ik, waar ik mee brand. Dus ongeveer 3 aanstekers. Zover. En de clue is dat je de brander erboven houdt en je houdt hem op één plek. En dan zul je zien dat de warmte komt naar beneden en in één keer zie je de cellen ontstaan. En dan, dat is het effect wat je wil bereiken. Zoals je hier ook ziet, van alles en nog wat. Alle soorten cellen, groot, klein, van alles en nog wat. Als je ze nog groter wil, dan ga je eerst branden en dan pas tilten. Want dan stretch je de cellen, dus dan worden ze groter. Maar officieel is het gewoon van hoog, gewoon opwarmen. Want ik kan ook bijvoorbeeld de verf op mijn hand doen en gewoon op mijn hand gaan torchen. Het moet niet warmer worden dan 45, 50 graden. Dat is de ideale temperatuur om die cellen te laten ontstaan. Nou, dan heb je op een gegeven moment heb jij je mooie schilderij, wat je mooi vindt. En misschien de volgende dag vind je hem niet meer zo mooi. Dat kan ook.
Dat gebeurt mij ook wel eens dat ik denk van, nou, gisteren vond ik een mooie, vandaag niet zo interessant. Wat je dan kunt doen is met een stencil werken zoals ik hier heb gedaan. En ja, alle zoveel mogelijkheden om er nog wat bovenop te doen. Er zijn mensen die hele realistische schilderijen erop schilderen. Als je dit ziet en je zou bedenken dat ze hier een zeeschildpad op schilderen. Nou, dat is echt prachtig. Ik heb dingen gezien, nou, daar valt je de mond van open, zo mooi. Het zijn mensen die hele mooie, lichte, vrolijke achtergronden maken en daar prachtige bloemen overheen schilderen. Het geeft gewoon een andere dimensie aan wat je er bovenop schildert. Maar op zich hou ik wel een beetje van stencil. Dat had ik nog nooit gedaan, dus ik denk, nou, laten we dat eens een keer doen. Ik weet niet of je, nou, je pikt... De glitter is moeilijk om te laten zien. Even kijken, nee, dat zie je niet. Maar er zit een hele lichte glitterlaag overheen over wat gestenseld is. En dat geeft hem net weer dat extra tintje. Maar op zich leuk om te doen. Dit is er ook in. Niet zo lang geleden gegoten. Ik had hier een laagje op gedaan en dat laagje begon te scheuren. Dus die ben ik bezig om het er helemaal af te halen om het opnieuw te doen. Maar zoals je ziet, deze is helemaal getorched, hè, met branden. Helemaal gedaan en nou ja, daar zie je wel zoveel cellen dat je krijgt. Dit trouwens is Winsor & Newton. Een andere manier is... dat noemen ze een swipe, dus een veeg. Je doet alle kleuren hier in het midden. Je doet een basiskleur hier aan het eind. En je kunt dezelfde basiskleur aan het andere eind doen, maar ik heb hier voor een andere kleur gekozen. Dus ik ben twee kanten gaan opswipen. Ik weet niet of die er helemaal op kan. Nee, niet helemaal. Maar van wit en blauw. En als je deze bovenste laag, de swipe laag, daar moet echt wel een beetje siliconen in zitten. Dus dan veeg je hem over je kleuren heen en je ziet de kleuren dan gewoon er doorheen komen. Ook weer met de branden even nabranden en je ziet daar alle soorten dingen ontstaan. En dat noemen ze dus een swipe. Dit is ook een swipe. Hier heb ik alle soorten groen en blauw. Hier de wit aangebracht. De wit eroverheen geveegd. Na de hand een klein beetje glitter. Daar kun je het wel ietsjes oppikken daar. Dit is wat dikker de glitter. En eigenlijk is het ja, leuk. Je kunt eroverheen schilderen. Je zou er met de stencil op kunnen. Je kunt van alles en nog wat doen. Sommige mensen vinden dit alleen al heel erg mooi. Dan laat je hem zo. Dan ga je hem daarna vernissen en dan is die klaar. Zoals je ziet, die is wel heel smerig aan de achterkant. Omdat ik eerst had gegoten. Ik vond hem niet mooi. Toen weer wat meer gedaan. Ik heb hier heel lang over gedaan. En dan als je niks meer mooi vindt, dan is het een swipe en dan is het ook klaar. Nou, als alles dus geswiped is of gepoord is of wat dan ook. En het is... gedroogd. En drogen is natuurlijk ook een ding. Je mag niet... En dan pak ik hem er even bij. Als je hebt gegoten op een canvas en je hebt deze er niet in, leg je canvas niet plat op tafel neer om te drogen. Omdat dan alleen de bovenkant krijgt de lucht. En hieronder gebeurt niks, omdat dat gewoon helemaal op tafel ligt. En dan heb je ook kans dat je verf gaat scheuren. Dus als jij deze dingen er niet in hebt zitten, zet dan je schilderij, als je hem wil laten drogen. Dat doe ik dan vaak. Dan zet ik deze op tafel neer. En dan doe je hem er zo op. En dan kan hier de lucht onder. En zo laat ik hem dan drogen. Dus ja, je kunt doen wat je wil natuurlijk. Ik wil niet zeggen je moet dit of je moet dat. Maar ik zou hem niet op tafel leggen zonder dat jij een verhoging hebt, zodat de lucht er onderdoor kan. Dat is wel even belangrijk. Nou, dan is alles droog. Dan kom je bij het vernissen. En vernissen is een tricky ding. Is moeilijk. Want
Het ligt eraan wat jij hebt gemixt, wat jij in jouw verf hebt gestopt. Dus je zult moeten gaan uitproberen wat voor jou de beste vernis is. Nou heb ik verschillende vernissen in de winkel en de polyurethane van Vallejo, heel veel mensen lopen daar volledig mee weg. Maar ik heb ook mensen die zeggen, ik kan er niet meer werken, want al mijn werken, die gaan scheuren. En dat ligt aan verschillende dingen. Dat ligt aan de luchtvochtigheid. Dat ligt aan wat jij in je verf hebt gemengd. Want als je mengt met je plaksel, zoals deze, dan heb je meer kans op het scheuren van je vernislaag dan als je andere onderdelen gebruikt. Dus je zult echt moeten gaan experimenteren met je vernis. En ik raad dan ook aan om te proberen zo klein mogelijke verpakking. Dan ga je het uitproberen en op een gegeven moment kom je bij een vernis die volledig bij jou past en waar je goed mee overweg kan. En dan is dat je vernis. Dat zou ik doen. Wat wel belangrijk is, is dat je een goede kwast gebruikt. Echt een goede kwast. Ik heb heel lang gezocht naar goede kwasten en dit voor mij zijn de perfecte kwasten. Het haar is heel flexibel, maar springt heel goed terug. Hij is in verschillende breedtes. Wat wij doen is, als we ze krijgen, dan wordt dit afgeschuurd en opnieuw gelakt. Want wat mij op is gevallen toen ik ze zelf heb gebruikt, is dat als je dit niet lakt, dan door het schoonmaken van die kwast, 2 of 3 keer kon je hem weggooien. Vandaar dat wij, voordat wij deze verkopen, doen we hier een extra laklaag overheen. Als je hier je vernis op hebt zitten, wat je normaal doet, is je giet de vernis erop vanuit de fles. Dan maak je je kwast, laat je helemaal verzadigen door de vernis. En dan trek je hem eroverheen. Mooi soepel. Niet drukken, echt niet zo rechtop. Hè? Zo. Maar je legt hem echt plat. En je trekt hem er zo overheen, zo licht mogelijk. En je zult zien, als je een goede vernis hebt, dat het vernis dicht trekt en glad trekt. En als een soort spiegel klaar is. Ik kan er wel even eentje pakken. Dit is gewoon met een vernis gebruikt. Je kunt ook zien hoe glanzend dat het is. Het is bijna net een spiegel. Er zijn mensen die het mooi vinden. Er zijn ook mensen die het minder mooi vinden. Maar dat kan. Dan gebruik je een satijn of een mat. Dat zijn ook mogelijkheden. Maar je kunt zien hoe glanzend dit is. En je ziet absoluut geen strepen van de kwast. Wat je ook kunt doen is kunsthuis eroverheen gieten. En dit is kunsthuis. Je moet absoluut zorgen dat alles goed schoon is. Dus geen siliconenresten achterlaten. Dat is ook heel erg belangrijk. Ook bij de andere vernissen. Wat ik doe is, ik gebruik Dreft. Dreft afwasmiddel. Ik doe het op een spons. En dan ga ik hem zo met de spons van die kleine rondjes eroverheen maken. Ik spoel hem echt af onder de kraan. Maak de spons schoon. Doe de weerdreft op. Ga ik nog een keer. En vergeet vooral de zijkanten hier niet. Dus die maak je helemaal schoon. Weer afspoelen. Spons schoonmaken. Weerdreft erop. Dus ik doe dat 3 keer. Dan vind ik hem schoon genoeg. Maar dan laat ik het schilderij wel weer 2 weken drogen. Want ja, dan is die zo nat. Hij neemt natuurlijk wel die vocht op. Het is wel watervast, maar nog neemt hij vocht op. En dan laat ik hem 2 weken drogen voordat ik ga vernissen. Of kunsthuis erop. Nadeel van kunsthuis is, ik weet niet of je het ziet, maar hier zie je allemaal druppels. En daar heb ik best wel een beetje een hekel aan. Vind ik niet zo mooi. Maar het is niet anders. Dit kun je er misschien afhalen met een of andere mes of een stuk schuurpapier. Maar dan moet je alweer bang zijn dat je gaat schuren op je canvas. Maar op zich, het is mooi om te zien. Ook heel erg doorzichtig en glasachtig.
En op zich, nou ja, het is, vergeelt niet, het scheurt niet. Kan allemaal. Alleen de druppels zijn een beetje minder. Ik denk dat ik nu zo ongeveer alles heb gehad. Mixen, poren, ja nou, het mengen van de verf. Mengen van de verf is de meest belangrijke onderdeel van acrylgieten. Als het niet lukt, is het vaak omdat je verf te dik of te dun is. En wat het moet zijn, is precies de dikte zoals honing. Als je honing op een lepel doet en je houdt je lepel omhoog, dan stroomt je honing eraf. En als je kijkt naar die stroom, zie je ook dat het gelijkmatig is. Er zitten geen bulten in. Er komen geen druppels aan honing, want ja, de honing is honing. Dus dat is waar je aan moet denken als je aan het mengen bent. Ik heb uitgelegd wat je allemaal er doorheen kunt doen. Maar aan het eind ga je natuurlijk water toevoegen tot je de goede dikte krijgt. En die goede dikte is zoals honing. Dus het stroomt van je stokje. Je ziet geen druppels. Maar je ziet ook niet van die dikke stukken van je stokje afkomen. Het moet echt een soepele stroom zijn. En als je dat hebt, dan weet je 100% zeker dat je de goede dikte hebt. Ik denk dat ik aan het einde ben van mijn verhaal. Nog even nadenken. Nee, ik heb dat allemaal eigenlijk wel gehad. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van kies je verf, kies je medium wat je wil gaan gebruiken, koop je siliconen, dan kun je aan de gang, je kunt mixen. Ik zou beginnen op kleine canvasjes of ik zal ook even die andere laten zien. Dit zijn die andere wat ik net liet zien, die hele grote ronde. Maar dit zijn kleintjes. Nou ja, deze kosten bijna niks. En hier kun je prima op oefenen. Het is echt canvas wat erop zit. Er zit ook een gessolaag op. Dus je kunt hier prima op oefenen. En dat kost de hele wereld niet als het fout gaat. Of je koopt gewoon een pak van dat fotopapier. Dat wil ook prima. Kun je ook op gieten. Je hoeft daar niet alleen mee te swipen, maar daar kun je ook op gieten. Ik denk dat dat de voordeligste optie is om mee te beginnen. En als je dan echt je verfdikte onder de knie hebt en je gaat naar echt koppen vol met verf, dan ga je natuurlijk over op canvas of op de grotere MDF-platen. Maar tot en met daar. Ik zou eerst beginnen met kleintjes, liefst met fotopapier is nog goedkoper. En blijf gewoon gieten tot je snapt van welke dikte dat je achteraan zit. Want het is echt, heeft alles te maken met die dikte. De dikte van de verf is het meest belangrijke van het acrylgieten. Als je naar mijn YouTube-channel gaat, dan zul je ook zien, ik heb verschillende filmpjes over het mixen. Als je moet je wel op een PC zitten, maar als je naar de PC gaat en je gaat op mijn channel zoeken op mixing, dan krijg je verschillende filmpjes waar ik het ook van de zijkant laat zien, in plaats van bovenaf, want dan zie je heel slecht hoe dik die verf is. Maar ik heb wat filmpjes waar ik het van de zijkant laat zien en ook laat zien hoe ik de verf op de canvas doe en hoe het nou eigenlijk precies werkt. Ik wil nog alleen nog even één ding doen. En ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Yes. Ja, dit is mijn werkcomputer. Even dit naar beneden. Oké. Ik wil even laten zien, want er zijn wat mensen die hebben moeite met het bestellen. Placing. Even kijken, staat hij er al bij? Nee. Blazing Colors. Nou, hier heb je meteen al de Blazing Colors website. Zo kom je binnen. Hier doe ik vaak, laat ik wat info achter over of de nieuwe verf binnenkomt of wat dan ook. Hier zie je ook de webshop.
Hier zie je alle onderdelen. Dus alle artikelen. Nou, stel voor je wil die acrylverf kopen. Dan klik je hier op de bovenste op acrylverf. Nou, dan zie je hier alle kleuren. Zijn er nogal wat? Wat je doet is klik op toevoegen winkelwagen. Nou, dan zie je dat hij naar je winkelwagentje gaat. Dan kun je weer klikken op continue shopping. Dan ga je weer verder winkelen. Nou, ik wil deze erbij. Continue shopping. Dan wil ik bijvoorbeeld een medium. Ga ik hier naar mediums. Ik wil de pouring medium. Voeg ik toe aan mijn winkelmandje. Dan ga ik hier. Zeg ik, ik wil naar de kassa. Nou, hier heb je alle onderdelen wat ik heb besteld. Hier zie je het totaalbedrag. Hier zie je de verzendkosten. Dat is het totaal. Hier zie je de BTW wat hier bovenin zit. Komt er niet bij, maar het zit al in het bedrag. Dan ga je hier invoeren je code. Dus zomertijd 18. En zoals je ziet, allemaal hoofdletters en 18 erachteraan zonder spatie. En dan klik je hier op redeem. En dan ga je naar je next step. Hier zie je al de discount code. Hier wordt al €4,71 eraf getrokken. Dus dan komt het totaalbedrag nu op minder code. Hier voer je je adresgegevens in. Hier kies je je land waar je woont. Nou, hier, dit zijn de landen waar wij aan leveren. Hier kies je. Als je mij een bericht achter wil laten, kun je dat hier laten. Hier voer je alles in. Vergeet vooral niet je huisnummer, want dat vergeten nogal wat mensen, omdat het niet apart erbij in staat. Het telefoonnummer is altijd handig om, als er wat is, dat ik je kan bereiken over de orde. Ik kan je 100% verzekeren. Adresgegevens die wij binnenkrijgen van onze klanten worden aan niemand doorverkocht. Wordt ook niet gebruikt voor van die reclame e-mail. Ik doe niet aan reclame e-mail. Ik vind het zelf heel irritant dat ik elke morgen 30 mails heb van beoordeel mijn winkel en wat vind je van mijn winkel. Dus dat doen wij niet. Dus dit vul je in. Ga je naar Next Step. En je kunt op verschillende manieren kun je betalen. Dat is via PayPal. Je kunt via iDeal, als je in Nederland woont, gewoon via iDeal betalen. Je kunt het vooraf overmaken op bankrekening. Maar dat is de volgende stap die je dan ziet. En ik kan dat nu niet, want dan moet ik alles gaan invullen. En dan heb ik echt een order erin hangen. Dus. Maar dit is het meest belangrijke. Vanaf hier is het heel eenvoudig. Nou, dat is het zo ongeveer. Ik hoop dat het voor jullie makkelijk is om dit te vinden. Hier staat een klein verhaaltje op, mijn filmpje nog. Maar ik ben wel van plan om binnenkort de website te veranderen. Ik weet alleen nog niet hoe dat mogelijk is. Omdat ik misschien dan weer een nieuwe website moet aanschaffen. Ik weet niet, ik moet daar nog even in duiken. Maar als je hier, dit is je hoofdpagina. Dan zie je hier wat info dingen. Hier staat een webshop. Klik je op de webshop, kom je in de webshop. Hier zijn alle onderdelen. Hier heb je mediums, je hebt pigmenten, de mica's waar ik het over had. Hier kun je ook zien. We hebben hier drie verschillende kleuren. Pull-down minuutje kun je de kleur kiezen. Hier heb je de glitters. Pull-down minuutje kun je de kleur kiezen. Nou ja, dat is zo ongeveer. Hier is de Jupo. Hier is het fotopapier, wat natuurlijk veel goedkoper is. Hier heb je 8 keer A5 voor €1. 8 keer A4 voor €2. Je roerstokjes. We hebben de bekertjes. We hebben sieraden onderdelen. Al ga ik daar wel iets mee stoppen. Want er zijn genoeg mensen die... Ja, hoeveel van die sieraden kun je aanschaffen? Er zijn honderden van die bezels waar je mee kunt werken. Dus ik ga daar langzamerhand mee stoppen. Maar jullie hebben in ieder geval een idee wat er te vinden is op de webshop. En ik zie jullie graag in mijn order. Of wat je het ook noemt. Oké, guys.
Ik ga stoppen. Dit was hem. En ik hoop dat het voor heel veel mensen heel duidelijk was hoe het in elkaar zit. Een recap hoeft niet meer, want ik heb volgens mij al 3 recaps gedaan. Dus ik wens jullie alleen nog maar een hele fijne weekend. Een zomertijd weekend is het. Morgen gaat de klok 1 uur achteruit. Dus ik hoop jullie gauw weer te zien. Ja, doei doei!